De 10e editie van de Verkeersveiligheidsmaand is vandaag gelanceerd op het Onafhankelijkheidsplein. Eugenie Isaias, ondervoorzitter van het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers, haalde aan dat juist in deze periode veel slachtoffers vallen. Dit zal niet veranderen als er niet op samen wordt gewerkt aan verandering. Bij de lancering van de Verkeersveiligheidsmaand is er ook een unit registratie verkeersslachtoffers gelanceerd, waarbij Isaias verkeersslachtoffers opriep zich te registreren. Joanne Adraai, directeur van het Verkeersveiligheidsinstituut, zegt dat het de bedoeling is dat er bij wet een slachtofferfonds wordt ingesteld. De kreet van er is geen geld betekent voor ons allen: gebruik je creativiteit, werk samen, boor wegen aan die je normaliter niet zou hebben aangeboord. Doe alles aan zij moest doen. Ter financiering van behandeling en revalidatie van slachtoffers van verkeersongevallen. In deze zullen de verzekeringsmaatschappijen een cruciale rol hebben. Het instituut heeft in planning om dit jaar nog met een beleidsmaatregel te komen, welke moet helpen een informatiesysteem op te zetten om betrouwbare data en verkeersstatistieken te vergaren. Vice-president Ronnie Brunswijk riep de samenleving op om haar gedrag in het verkeer te veranderen. Ook pleit hij voor zwaardere straffen voor verkeersovertreders. President Chandrika Prasad Santokhi wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van verkeersonveiligheid. Hij stelt dat verkeersonveiligheid begint met de waarden en normen in de maatschappij. Snelheid, duivel en verkeerscriminelen die op elke hoek hun eigen voorrang bepalen, moeten zwaar aangepakt worden. Wij moeten geen chaos hebben in het verkeer. Regels zijn regels. Dames en heren, als wij van huis gaan om naar het werk te gaan, dan willen wij ook na ons werk veilig thuis aankomen, zodat wij weer verenigd worden met onze dierbaren. Laten wij het leven van onze verkeersdeelnemers sparen door ons rijgedrag en onze verkeersattitude te veranderen. Als wij als Surinamers onvoldoende respect voor elkaar gaan hebben, hetgeen tot uiting komt door middel van communicatieverkeer, als ik het zo moet zeggen, social media verkeer, communicatie onderling, dan is de vraag hoe respectvol is dat. En daar begint het dan. Als we niet in staat zijn elkaar te respecteren, als we niet in staat zijn goede waarden en normen te ontwikkelen, en het begint bij de basis, dan gaat het doorwerken naar het verkeer toe. De Verkeersveiligheidsmaand begint vandaag en loopt door tot en met 15 september. Het thema voor dit jaar is: gedenk verkeersslachtoffers, creëer mogelijkheden voor het leven.